Leuk dat je kijkt naar de Kinderen voor je Kinderen Karaoke Show! Welkom in de allermooiste karaoke studio van heel Nederland. Vandaag heb ik twee supergezellige brugklassers in de tent. We kunnen ze kennen van de populaire tv-serie. Ze wonnen bijna een SEP Award dit jaar. En op tv spelen ze de vriendinnen Maaike en Tirsa. Maar in het echt zijn ze nog dikkere matties. Beste kiddo's, mag ik een applausje voor Roos Steenbergen en Jasmin Bosveen? Hallo, hallo, hallo dames. Zijn jullie een beetje ready om te zingen vandaag? Ja. Ja? Ja. En die stembanden al warm gedraaid? Ja. En is het niet erg als dat nog niet zo is? Want ik heb twee superleuke challenges voor jullie en die gaan het helemaal regelen. Maar als allereerst hebben we een heel leuk liedje voor jullie uitgekozen. Hier alle flinke uithaal. Ja, oké dan. Ik ben heel benieuwd wat eraan gaat komen. Oké dan, avondvierdaagse. Je hebt hem nog nooit gelopen? Nee, niet dat ik weet. Hoe? Oké. Niet dat je weet. En jij? Ik heb hem 8 keer gelopen. Vanaf groep 1 tot en met groep 8. Strijder. Ik ben echt een strijder. Ja. Dus je hebt gewoon 8 medailles ook thuis? Ja. En hoe vond je dat vroeger? Ik vond het altijd heel leuk. Ja? Ja, altijd liedjes zingen en lekker praten. Vond het heerlijk. Hé, hey, in brugklas spelen jullie dikke matties. Zijn jullie dat in het echt ook een beetje? Ja. Ja, we wonen heel dicht bij elkaar, dus dat, we zien elkaar wel vaak, hè? Ja. Ja. En kennen jullie elkaar voor brugklas al? Of komt dat pas later? Nee, later. Oké, ik vraag me dus 1 ding af, hè? Want jullie zijn dus actrices. Stel je voor je moet spelen dat je verliefd bent op iemand. En je vindt diegene eigenlijk helemaal niet leuk. Hoe doe je dat? Ja, het is acteren, dus dan doe je maar alsof. Ja? Ja. Hey, en ik heb Cas bij me, dus ik ga met de microfoon naar jou, Cas. Wat vinden jullie het leukste aan jullie personage in brugklas? Nou, wat ik heel leuk vind aan Tirsa is dat ze niet zo normaal is. Ze is gewoon een beetje vreemd. En dat is ook wel eens leuk om te doen. Ik denk aan Maaike dat ik het leukste vind soms dat ze zeg maar awkward is, maar dan op een goede manier. Waardoor er uiteindelijk best wel grappige scènes uitkomen. Dus dat vind ik wel heel erg grappig aan haar. Ik heb vandaag 2 top challenges. En die gaan jullie klaarstomen voor de karaokeboet. Zijn jullie er klaar voor, jongens? Ja! Oké dan. Dan gaan we beginnen met de allereerste challenge. En dat is de vertaalplaat. Ik ga jullie eens eventjes de spelregels uitleggen. Roos heeft een nummer voorbereid, maar dat is in het Engels. Het is een liedje dat jullie waarschijnlijk allemaal kennen, ook jij thuis. Aan jullie de kunst om te raden welk liedje ze gaat zingen. Ben je ready, Roos? Ik ben ready. Oké dan, let's go. Once every year, your dreams become weird. You don't forget easily. Silver and chic, a kiss on your cheek. Everyone wants to be me. Waking up fuzzy after my dreams, telling nobody the things I have seen. Had an amazingly dream. It was a pretty brilliant scene. People that say, hip hip hooray. They started dancing and cheering for me. Ik heb zo'n waanzinnig gedroomd. Ik werd met doos overstroomd. Iedereen zei, hou je van mij. Waanzinnig, maar heerlijk gedroomd. Hey, applausje voor Roos. Je hebt een geweldig stem, Roos. Dankjewel. Oké dan, jongens. Dit was... Ik heb zo'n precies. Hadden jullie dat in het begin al door? Ik was zo bang. Het was even zoeken, hè? Nou, ik denk dat de stemmen wel een beetje warm gedraaid zijn, toch? Hartstikke mooi gezongen. Het is tijd voor de tweede challenge.
Oké, dan. Deze challenge doet je waarschijnlijk een beetje denken aan Anna-Maria Koekoek. Zometeen komt er een dansnummer op en dan gaan jullie gewoon lekker swingen. Maar als de muziek stopt, dan stop je ook met dansen. En thuis kan je hartstikke goed meedoen met deze challenge. Roep je broertje, je zusje, je vader, je moeder, je opa of je oma. En als ze af zijn, moeten ze ook echt op de bank gaan zitten. Jullie ook, als jullie af zijn, zitten. Kas en Saar, kom er lekker bij. En dan zoek een mooi plekje op hier op de dansvloer. Een beetje uit elkaar, zodat je gewoon goed kan dansen, weet je. Ik wil al die dansmoves zien. Ik weet dat jullie twee goed kunnen dansen, hè? Ik wil die dansmoves zien. Als jullie thuis klaar zijn en als jullie er ook klaar voor zijn, gaan we beginnen met de standbeeld challenge. En jullie mogen ook lekker meedansen, hoor. Zie ik? Oh, ja, nee, jij lacht. Jij bent af. Nou. Ja, helaas, dat spijt me. We chillen met elkaar. Maar staan we ook stil met elkaar? Ja, dat staan we. Oh, je favoriete knuffel. Jij wou meezingen, Saar. Jij wou meezingen, hè? Oh, ja, je knikte. Je knikte, moet je niet knikken. Sorry, je bent af. Ja, helaas. We hebben er nog twee in de race. Oké, dan laten we doorgaan. Waar zijn die stemmen gebleven, jongens? Kom op. Oeh, Kas. Ja. Ik zou... Oh, ja! Af! Je bent af! Helaas. Je hebt gewonnen, Kas! Applaus voor Kas! Dit was heel spannend, dit was heel spannend. Nou, bedankt voor het spelen. Nou, kom er weer lekker bij, dames. Volgens mij zijn de spieren toch wel opgewarmd. Zeker. Toch? De stembanden zijn ook warm. Hier achter mij is de beroemde Kinderen voor Kinderen Karaoke Booth. En fans uit het hele land zijn al in de booth geweest. Vandaag is het jullie beurt. Oké, dan mensen thuis, schud de spanning er vooral lekker af. Ja. Want het is tijd voor karaoke. Jij thuis, pak iets wat door kan als een microfoon. En geef me een daverend applaus voor Roos, voor Jasmin, voor de Kinderen van Kinderen voor Kinderen. En voor jezelf thuis met de Avondvierdaagse. Ik vind het echt leuk. Oh, zo'n ding. Oké, you can do this. We can do this. We can do this! Oké, Avondvierdaagse. Okay, let's go. Ik heb speciaal nieuwe schoenen gekocht en maak al wandelend een nieuwe vlog. Koop jij de 5 of toch de 10? Oma nog kijken, ik ben zo benieuwd. Door volle straten en dwars door het bos. Hoor de fanfare al voorop. De route uit mijn hoofd geleerd. Ik kan niet vertalen, ik ga nooit verkeerd. Misschien krijg ik wel blaren. Misschien word ik moe. Maar als ik die medaille krijg, dan maakt dat alles weer goed. Dus loop mee met de Avondvierdaagse. Avondvierdaagse.